In het Radboud UMC gaan dagelijks duizenden alarmen af op de intensive care. Een groot deel daarvan blijkt niet noodzakelijk te zijn. Dit kan leiden tot stress en onrust bij medewerkers en patiënten van het ziekenhuis. Twee artsen van het Radboud UMC hebben nu onderzoek gedaan naar een minder alarmerende afdeling. In het Radboud UMC klinkt het op de intensive care dagelijks van alle kanten. Piepjes en alarmen die zorgverleners waarschuwen. Maar wat als een groot deel van die piepjes eigenlijk niet nodig is? In Nijmegen wordt nu onderzocht of minder alarmen bijdragen aan een rustiger en veiliger ziekenhuis. Eigenlijk hebben we die studie al een groot gedeelte afgerond. We hebben al heel veel alarmen kunnen reduceren. En we zijn nog geen stille NICU, maar we zijn wel al een heel stuk stiller. En dat is heel fijn voor onze verpleegkundigen, maar ook heel fijn voor onze patiëntjes. Op de neonatale intensive care unit, de NICU, van het Radboud UMC zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor het aantal alarmen steeds meer werd. Op de afdeling waar kinderen liggen die intensieve zorg en bewaking nodig hebben, zijn ze van zaalverpleging naar aparte eenpersoonskamers gegaan. Er moest dus verandering komen. Als we alle alarmen die wij toen op de kamer kregen hadden doorgezet naar onze zorgtelefoon, we hebben nu een zorgtelefoon waar al die alarmen op komen, dan zouden we met z'n allen helemaal gek geworden zijn van de hoeveelheid alarmen. Naast de vele alarmen op bijvoorbeeld zorgtelefoons van artsen, geeft het ook een hoop onrust bij de patiënten. Het aantal alarmen moest dus verminderd worden. Het waren er ongeveer 250 per patiënt per dag die gegenereerd werden. Dan moet je nogmaals onderscheid maken tussen wat er op de kamer gebeurt en wat er op die zorgtelefoon komt. En inderdaad, wat er op die zorgtelefoon komt, hebben we kunnen halveren. Als je je voorstelt hoeveel alarmen en geluiden er op een kamer kunnen gaan en je kunt er daar heel veel afhalen, dat betekent dat mijn patiënt beter door kan slapen, beter kan groeien, beter in zijn saturatie blijft. Dus ja, zeker voor de patiënt is het ook veel beter. Samen met andere medische teams is er gekeken naar welke alarmen nu echt belangrijk zijn en welke verminderd zouden kunnen worden. Daarnaast hopen de twee artsen dat andere ziekenhuizen hier ook mee aan de slag gaan. Ja, daar denk je natuurlijk nooit alleen over na. Dat doe je met een hele groep. Dat hebben we ook met z'n allen gedaan. Met de artsen, met de medisch technische dienst, maar ook met een hele groep verpleegkundigen. Er zijn natuurlijk altijd belangrijke vitale parameters die heel belangrijk zijn. Die wil je altijd hebben. Daar kun je weinig keuzes in maken. Maar er zijn ook alarmen die technisch zijn. Of die aangeven dat er iets op is van water voor een couveuse of water voor een beademingsmachine. Kijk, dat zijn natuurlijk de makkelijke keuzes. En daar een heleboel tussenin. De stappen die we gezet hebben, die zijn ook interessant voor andere ziekenhuizen. Maar ook de resultaten die we hebben geboekt. Dus de interventies, de maatregelen die we hebben ingevoerd en het effect wat we daarmee bereikt hebben. Ja, daar kunnen andere afdelingen en ziekenhuizen zeker van leren. Graag zelfs. Ik hoop dat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.